Tessa, fijn dat je er bent. Ik heb begrepen dat Blondie bij ons komt herstellen van de laatste loodjes van de blessure. Eigenlijk gaat het best wel goed, hè? Het gaat heel erg goed. Je ziet het nog wel, maar we mogen wel weer rustig gaan opbouwen. We mogen 40 minuten onder het zadel stappen, dan niet de kleine volte draaien. Er iets meer aan het werk zetten op de aquatrainer mag ze ook weer op een klein weidje. Staat natuurlijk in de megastal, dus daar heeft ze ook wat meer ruimte voor zichzelf. En dan over 2 weken mogen we weer rustig gaan draven en dan over 4 weken weer terug op het rollen. Ik heb inderdaad het verslag gelezen. Lezen van de dierenarts, en het klopt helemaal wat je zegt. Maar ik vond het verslag echt wel heel positief. Ja, want er stond bij het monsteren op de harde lijn, op de harde volt, was eigenlijk nagenoeg zuiver. Ja, hè? Ja. En het is goed dat je zegt van joh, ze kan nog af en toe een klein beetje een onzuivere pas hebben. Daar gaan we ook zeker rekening mee houden. Maar ik denk ook dat we echt op een punt zijn beland dat we er heel mooi kunnen revalideren. Ja. En het allerbelangrijkste is dat ze dus terugkomt in balans. Want nou ja, dat hebben wij ook. Als je een keer heel erg last hebt van je voet of wat dan ook, dan ga je anders bewegen. En uiteindelijk gaat dat andere bewegingspatroon voor je gevoel je normale bewegingspatroon worden. Ja. Zou je daar altijd in door blijven bewegen, ga je weer andere klachten krijgen. Dus om Blondie nou te helpen om dat te voorkomen, gaan we haar in eerste instantie in balans krijgen. Dan heb je zelfs kans dat je ook dat net af en toe dat onregelmatige pasje ook helemaal zien verdwijnen. Ja. En dat is eigenlijk mijn streven in de eerste 2 weken. Want dan gaan we vooral inzetten op actief stappen. En dat is een super mooie gelegenheid om er dan echt heel mooi in balans te krijgen. Als ze dan mooi zuiver stapt, heb je ook een hele goede voorwaarde gecreëerd om weer te kunnen aandraven zonder problemen. Ja. Dus daar gaan we op inzetten. Nou, hoe gaan we dat doen? Onder het zadel heb ik begrepen dat mag. Aan de hand mag dan sowieso. En de aquatraining gaat daar natuurlijk een hele mooie ondersteuning voor vormen. Ja, zeker. Hoe goed zij reageerde op de aquatrainer zonder dat ze een blessure had. Dus ik denk dat dat er heel goed gaat komen. Dat weet ik zeker. Kijk, het is een heel groot voordeel dat ze de aquatraining al kent. Ja. He, dus zij gaat geen spanning opbouwen als ze daar voor het eerst weer op is na en langere tijd. Ze vindt het leuk. Ze vindt het leuk. Dan kunnen we dat eigenlijk zo mooi inzetten, dus dat is super fijn. Ja, heel ja. Het balans rijden, dat heb ik je al geleerd. Dus dat gaan we nu helemaal zonder dat er... Dus eigenlijk die yogales, daar moet dan even aan terugdenken, maar dan in stap. Ja, iets makkelijker gaan we iets doen. Makkelijker. We gaan het makkelijker doen. Want die yogalessen die je hebt gehad, die waren al wat ingewikkelder. En we gaan nu nog makkelijker beginnen, omdat we in de stap blijven. Kan dat ook? Ik heb een hele effectieve oefening voor je, echt makkelijk voor woorden. En dan krijg je je pony vrij snel mee in balans. Nou, en dan gewoon lekker actief stappen. Dan herstelt hij echt op een optimale manier. Dus daar gaan we mee beginnen. En dan gaan we natuurlijk ook allemaal weer op video zetten. Dus dat, ja. Zeker. Dus dat ga je allemaal leren. Nou, Blondie stond natuurlijk op de armhoeven al heel erg op de trilplaats. En nu verstal vooral. Ja. Nou ja, wel niet een Vitafloor, maar gewoon een normale trilplaat. Mm-hmm. En dat werkt altijd wel heel erg goed. Waar merkte je dat aan? Waar je het aan merkte. Het was een stuk ontspannender. En ook op de trilplaats soms dan te gapen en heel uitstrekken goed. En lekker. Soms te schudden. Dus dat was wel heel erg dat je super. Merkte van het is echt aan ontspannen. Ja, nou we hebben hier een Vitafloor liggen. Ja. En wij hebben dan het model, dat noemen ze het stalmodel. Dus dat ziet eruit als een normale paardenbox. Je zet paard erin, deurtje dicht, Vitafloor aan ja, en gaan. Fijn dat ze dat ook al gewend is. Je doet er goed aan om daar ook voor te kiezen. We geven een hele mooie ondersteuning. Voor de algehele gezondheid. En die trillingen die zorgen inderdaad dat ze echt kan ontspannen. En hoe ontspannender zij is, hoe makkelijker het ook weer is om er in balans te rijden. Yeah. En daarbij heeft de Vitafloor een bewezen eigenschap. Mm-hmm. En dat is dat die namelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van, ja, lastig woord misschien een beetje, maar de diepe rompstabiliteitsspieren. Yeah. Dat zijn spieren die liggen echt dicht tegen de wervelkolom aan. En die worden door die Vitafloor gestimuleerd. En zeker als een paard een tijdje uit... Komt zo'n Vitafloor echt helemaal aan in je nek ook. Ga er maar eens op staan. Je voelt het in je oren. Ja, dat dus ja. Ook. Als ik op de trilplaats zelf staan, dan voel ik alles trillen. Alles, echt, hè? Echt alles. Ja, 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 ja precies. Dus dat voelen die paarden dus ook. Ja. En tegen die trillingen in gaan ze een beetje, wat wij dan noemen, microstabiliseren. Dus dat is dat ze een heel klein beetje uit evenwicht zijn. Dat ze daar een heel klein beetje zo tegenin gaan bewegen. Nou, en dat maakt dus dat die wervelkolom, of die spieren rondom die wervelkolom moet ik eigenlijk zeggen, een impuls krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Bij die wervels en de spieren, daar kan toch ook heel snel artrose en zo ontstaan? Nou, dat is het punt. Een beetje als de wervelkolom verzwakt raakt. Ja. En dat gebeurt nog wel eens bij paarden die ofwel in een verkeerde houding worden gereden, ofwel bij paarden die door een blessure lang stilstaan. Dan nemen al die spieren rondom die wervelkolom een beetje af in kracht. Dat gebeurt niet meteen hoor. Dan moeten ze echt wel een flinke tijd stilstaan. Maar je wil als ruiter dat ze juist
in die spieren heel sterk zijn. Ja. He, want dat bepaalt of ze jou op een gezonde manier kunnen dragen. Nou, en ik vind het heel fijn dat die Vitafloor daar dus aan mee werkt. Ja. Dat is voor mij ook echt de absolute reden om die plaat aan te schaffen. Want wij hebben hier natuurlijk best paar die maandenlang uit het werk zijn. En dan kun je ze op die manier ofwel onderhouden. Of als ze komen met onvoldoende spierontwikkeling weer zo helpen dat ze uiteindelijk weer voldoende draagkracht hebben. Ja, bizar dat het zo is. Ja, echt. Dat vind ik een hele mooie eigenschap van die platen. Ja, en verder wat ik zeg, dat heeft natuurlijk gewoon een hele positieve uitwerking op de algehele gezondheid. Want het stimuleert de doorbloeding en het stimuleert het doorvoer van bijvoorbeeld lymfevocht, weet je wel. Dus het houdt de weefsels gezond. Ik heb het ook wel eens bij Inner Brabant gehad. Ja. Daar had je zo'n trilplaat voor mensen zelf. Ja. En dan stond er ook hele verhalen bij van hoe goed het voor mensen had geholpen. Mm-hmm. En ook, nou ja, en dan heb je het ook bij paarden. En dat is wel echt gaaf, wel bizar ook. Wat ik ook een heel overtuigend verhaal vond, is van mensen die ik ook ken die zo'n Vitafloor hebben. Die hadden een paar dagen op een beurs gelopen. Nou, dan heb je meestal wel, dan voel je je benen en je voeten wel. En die gingen even, nou, weet ik veel, een kwartiertje, 10 minuten, kwartiertje op zo'n plaat staan. En die voelden zich echt helemaal als herboren. Alsof je net uit je bed kwam, helemaal fris en fruitig. Van, hé, we kunnen weer. Vind ik ook een heel positieve ervaring. Ik had ook toen last van mijn rug gehad. Toen ik samen met een vriendin ben ik op een trilplaat gaan liggen. Ja. En toen zijn we daar gewoon op gaan liggen. En de tijd in ons leven gehad. Helemaal geniaal. Het hielp ook wel heel erg met mijn rug. Gaaf. Ja, echt heel gaaf. Ja. En misschien had ik er ook gewoon op kunnen staan. Alleen op kunnen liggen. Ja, precies. Ja, misschien dat die trillingen nou nog dieper in konden werken. Maar waarschijnlijk wat er gebeurd is. Is dat al jouw weefsels zich hebben kunnen ontspannen. Nou, mijn spieren in mijn rug die stonden helemaal strak. En dan naast zo'n... Precies. Trilplaat hielp dat wel echt, nou, dat heel is erg. Positief. Dat is echt super. Nou, dan gaan we kijken of we Blondie er ook weer blij mee kunnen maken. Dus, wat gaan we doen? We gaan stappen onder het zadel 2 weken. We doen Vitafloor en we doen aquatrainen. Ja. Dat zijn eigenlijk de ingrediënten. En ook wel leuk, we zullen er ook stappen aan de hand. En misschien is het ook wel leuk om te laten zien hoe je dat doet. Hè, want stappen aan de hand om een paard te revalideren. Het moet actief. En het moet actief en het moet in balans. En dat is heel wat anders dan met een paard wandelen. Ja. Ja. Ik heb een duidelijk verhaal. En wij gaan het trainingsplan vormgeven met al die ingrediënten waar we het over hebben gehad. We hebben in de zadelkamer een planbord. Daar zetten we altijd precies in wat de training is voor welke dag in die week. Ja. Maar ik ben er ook heel eerlijk in, dat is nooit in beton gegoten. Want we blijven naar het paard kijken. Hoe doet hij het? Moet het een beetje intensiever? Moet het een beetje minder? Dus het kan ook zijn dat we dat per dag weer aanpassen. Hè? Maar ook dat krijg je allemaal via de WhatsApp of telefonisch of persoonlijk door. Dus je bent ten alle tijde op de hoogte wat we doen. Nou, heel erg bedankt. Ik denk dat we alle informatie hebben. Dan kan Blondie hier de aankomende tijd staan om te revalideren en hopen dat ze weer helemaal beter wordt. Sowieso wel. Heel erg bedankt alvast voor alle goede zorg voor Blondie. Met alle liefde van de wereld gedaan.